Dit debat wordt mogelijk gemaakt door ONVZ Zorgverzekeraar. Goeiedag en welkom bij DFT Zorgdebat. Mag er verder worden bezuinigd op de zorg? Wat betekent dat voor de zorgpremie? En mag een verzekeraar selecteren op risico? Dit zijn onderwerpen waar we het over gaan hebben met drie heel bijzondere gasten. Ik stel ze graag aan u voor. Als eerste onze minister van Volksgezondheid, Edith Schippers. Zelfstandig adviseur gezondheidseconomie Mark Pomp. En lid van de Raad van Bestuur van de Reinier Haga Groep, Jaap van der Heuvel. Dit DFT Zorgdebat staat onder leiding van mijn collega Martin Visser. Dankjewel, Kamran. Hartelijk welkom. Even om erin te komen, een korte vraag met liefst een kort ja en nee en een eenregelige onderbouwing. De thema's komen daarna alle drie weer terug voor u als eerste, minister Schippers. De afgelopen jaren, precies in uw termijn, zijn de kosten van de gezondheidszorg veel minder hard gestegen dan in al die jaren daarvoor. Is dat volledig aan u te danken? Nee, we hebben geen staatsgezondheidszorg waar ik de budgetten verdeel. Dus nee, maar er wordt ook niet bezuinigd op de zorg. Nee. Als ik dat straks nog even mag zeggen. Zeker, daar komen we straks uitgebreid op terug. Dat wordt het eerste blok. Volgende vraag is voor Jaap van der Heuvel. U heeft ervaring in het ziekenhuis, natuurlijk concreet. Zijn er medische behandelingen die zo duur zijn dat u ze niet toepast op patiënten? Nee. Ongeacht de prijs, als het helpt, dan doet u. Nu nog wel. Nu nog wel. Oké, okay, gaan we straks ook over door. Mark Pomp, derde is voor u. Zorgverzekeraars moeten heel scherp inkopen en zijn mede daardoor de boeman geworden van het zorgstelsel. Is dat terecht? Ja, dat is inderdaad wel terecht. Maar tegelijkertijd wil iedereen natuurlijk goede zorg voor een lage prijs. Dus die verzekeraar zal toch wel een beetje scherp moeten inkopen. Ja, oké, okay, dank u wel. Dit zijn precies de drie thema's waar we het straks over gaan hebben. Kamran. Ja, of er nou wel meer of niet meer bezuinigingen op de zorg zijn, daar gaan we het zo over hebben. De minister heeft al iets over gezegd. Wij zijn in ieder geval wel de straat opgegaan met de vraag, mag er meer worden bezuinigd op de zorg? Zinselijk, nee. Niet bezuinigen. Niet bezuinigen. Nee, zeker niet. Ze moeten het efficiënter indelen. Ja? En beter opletten op wat ziekenhuizen en dergelijke allemaal rekenen en doen en overhouden. Ik vind dat ze niet moeten bezuinigen op de zorg. En ik vind dat het ook niet meer kan. Dat vind ik absoluut niet. Ik werk zelf in de zorg en ik merk echt al jarenlang dat er ongelooflijk gekort wordt aan de verkeerde kant. En ik merk dat er voornamelijk gekort wordt aan de handen aan het bed. En dat gaat ten koste van de kwaliteit van de zorg. We vergrijzen met z'n allen. En ik weet niet of jij ook ouders hebt of grootouders. En iedereen moet zelfstandig blijven wonen. Dus er is veel meer vraag aan de zorg. En dat kost geld. U zegt nee. Bent u dan bereid om meer premie te betalen? Ja. Ik bedoel, als dat all in the game is, dan is dat zo. Er zijn natuurlijk mensen die dat niet kunnen betalen. Dus ja, het kan niet blijven stijgen. En je zal natuurlijk wel moeten letten op de kosten. Maar er valt misschien nog wel wat te bezuinigen in de bureaucratie. Ja, een bureau consumentenonderzoek vroeg in opdracht van de Telegraaf en ONVZ Zorgverzekeraar aan een groep van ruim 1700 representatieve respondenten wat zij vinden van de bezuinigingen op de zorg. En dit zijn daarvan de resultaten. Een ruime meerderheid vindt dat er juist extra geld naar de zorg moet. En 1 op de 5 respondenten vindt dat de zorguitgaven best omlaag kunnen. Ja, Martin, ik denk dat de minister tot deze laatste groep behoort. Ja, dank je, Kamran. Ja, u zei het al, minister Schippers. U sprak het meteen al tegen. Toch is er vorige week een grote demonstratie geweest. De FNV kreeg duizenden mensen op de been voor dit onderwerp Red de Zorg. Is die angst dan totaal onterecht? Nou, ik hou me altijd wel graag bij de feiten. En als je vraagt aan mensen van moet er nog meer worden bezuinigd, dan ga je er dus vanuit dat we minder uitgeven dan het jaar daarvoor. Dat is in mijn, althans als ik in mijn huisartsboekje ergens op bezuinig, geef ik er minder aan uit. En wat je ziet bij de zorg is dat we er jaar op jaar meer aan uitgeven. Het punt waar dit kabinet beleid op voert is dat die stijging wel een beetje in de hand gehouden moet worden. Want we moeten het toch allemaal betalen uit premies. We hebben niet ergens een potje waar dat uit betaald wordt. Dus we betalen de zorg uit premies. En je ziet dat huishoudens nu al, een gemiddeld huishouden betaalt 1/4 van zijn inkomen aan zorg. Ja. En als we willen dat dat niet doorgroeit naar meer dan 40-50%... dan zullen we dus beleid moeten voeren waarbij we zeggen, we gaan niet bezuinigen op zorg, maar we moeten die groei zo zien te matigen dat we het ook met de economische groei een beetje kunnen bijhouden. Minder meer. Minder meer. En dat is wat dit kabinet probeert. En het is niet zo dat het. En daar zijn we redelijk succesvol in, samen met de sector. Maar om dit heel helder te krijgen, vooral op de portefeuille van uw collega staatssecretaris natuurlijk.
daar wordt natuurlijk wel regelrecht ook bezuinigd. Misschien in het hele budget misschien niet. Maar thuiszorg worden concreet mensen ontslagen. Dus dat is het beeld op zijn minst wat bij mensen blijft hangen. Ja, maar wat je ziet is dat we, als je naar de samenleving kijkt, dan zie je dat we enorm vergrijzen. Dus dat betekent dat we meer ouderen krijgen. Die ouderen worden ook ouder. En we hebben ongelooflijk veel geld besteed aan, en dat doen we nog steeds, aan nieuwe ontdekkingen. En dat is heel fijn, want als je ergens een geneesmiddel voor hebt waarbij je blijft leven aan een ziekte waar je vroeger aan doodgaat, dat vinden we allemaal ja. heel fijn. Als het je moeder betreft of je kind, dan, vind je, dan is dat iets waar we ook heel graag geld aan besteden. Maar dat betekent wel dat die mensen die niet meer doodgaan, die worden wel chronisch ziek en moeten dus pillen ja. blijven slikken. Al met al zie je ook dat de technologische ontwikkeling er ook voor zorgt ja. dat we langer leven, dat we met chronische ziektes beter kunnen leven, ook beter kunnen deelnemen. En dat kost geld. Tegelijkertijd zou ik heel graag willen opmerken dat al die goede zorg ook wat oplevert. Ja. Want daar hebben we het nooit over. Nee, precies. Het feit dat we langer kunnen doorwerken heeft ook te maken met een zorg waardoor we mensen in staat stellen om met een chronische ziekte gewoon nog actief te kunnen ja. zijn. Of mensen die gepensioneerd zijn, die op hun kleinkinderen passen. Die, mensen die kunnen dat. Misschien hebben ze een chronische ziekte ook door een goede zorg. Ja, dat is iets wat ik Mark Pomp ook wil vragen. Hoge kosten van de gezondheidszorg, die kosten die allemaal stijgen, is dat eigenlijk wel een probleem? Nou, niet als je daar genoeg gezondheidswinst voor terugkrijgt. Hè. Dat is dus, We gaan er wel vanuit dat het een probleem is. Het is een soort tikkende tijdbom, wordt wel gezegd. Ja, nou ja, het is natuurlijk nooit leuk om meer te betalen. Maar de meeste economen die nadenken over de toekomst van de zorg, die gaan er wel vanuit dat de zorguitgaven blijven stijgen. En zelfs sneller dan het nationaal inkomen. We geven nu zo'n beetje 10% van het bruto nationaal inkomen uit aan de zorg. Nou, heel veel economen gaan ervan uit dat dat zeker zal groeien tot 15 à 20% van het BBP. En dat is inderdaad voor een heel groot deel onder invloed van de technologische vooruitgang. En dan hebben we het over de curatieve zorg. Als er nieuwe geneesmiddelen komen, nieuwe operatietechnieken, nieuwe manieren waarop je mensen langer kunt laten leven. Daar gaan we straks specifiek nog over hebben ja. in het tweede nou blok. Ja, ja. Dan kost dat geld. Als je ook terugkijkt en je probeert de stijging van de zorguitgaven in het verleden te verklaren, dan is die technologische component, hè, dat is een belangrijk deel van de verklaring van de stijging van de zorguitgaven. En daar krijgen we ook heel veel voor terug. En daar krijg je ontzettend veel gezondheidswinst voor terug. En dat is natuurlijk wel nu een hele actuele discussie, ook op het dossier van de dure geneesmiddelen. Hè. Dan wil je natuurlijk, dat zijn dure geneesmiddelen. Tegelijkertijd krijg je er ook heel veel gezondheidswinst ja. voor terug. Ja, en daar moet een afweging tussen gemaakt worden. Maar ja. Jaap van der Heuvel, u heeft natuurlijk in het ziekenhuis te maken met toch een soort budgettering. Dus een afspraak gemaakt met een hele sector. Elk jaar is er een bepaald groeipercentage afgesproken. In de ziekenhuissector moet je op een gegeven moment maximaal 1% groeien. Hoe merkt u in het ziekenhuis dat daar toch van die bindende afspraken over zijn? Ja, die mevrouw die zei net in dat interview van er moeten meer handen naar het bed. Maar dat is wel hoe wij er naar kijken. Dat we toch proberen dat personeel wat in te dikken. En dat gaat wel een beetje tegen uw gevoel in, moet ik zeggen. Maar ik onderschrijf volledig dat wij op moeten passen dat die zorgkosten niet uit de pan groeien. Maar ik denk dat er wel intelligentere manieren zijn om die kosten in de hand te houden. Zoals? Nou ja, kijk, er is nu een systeem, die minister noemt het geen marktwerking meer, maar haar voorganger, die zei, er komt marktwerking en als de kosten niet omlaag gaan, dan stop ik ermee, maar had hij het maar gedaan. Maar ziekenhuizen werken nu niet meer goed samen door die marktwerking. We zijn aan het concurreren, wij kopen apparaten omdat ja, de concurrent dat ook doet. Samenwerken met de huisartsen is maar, ja, dat kan veel beter. Dus je kan beter een goed systeem bedenken dat al die instellingen met elkaar samenwerken. Ik denk dat dan de kosten harder omlaag gaan dan alleen maar botweg aan de buitenkant zeggen, ja, je mag maar 1% groeien, want het gaat toch piepen en knarsen. Ja, minister? Ja, ik denk dat er vaak een karikatuur gemaakt wordt van de marktwerking in de zorg. Was dit er eentje? Marktwerking, dan wordt ineens gezegd, dan kunnen we niet samenwerken. Dat is natuurlijk flauwekul. Als je samenwerkt in het belang van de patiënt, kan het wel degelijk. Als je nou in landen om ons heen kijkt, waarin de overheid over het algemeen de zorg stuurt, dan zie ik dat de resultaten minder zijn en de kosten helemaal niet lager. Ons systeem wordt internationaal vrij hoog, staat hier qua kwaliteit, toegankelijkheid. En dan denk ik dat we daar ook wel eens trots op mogen zijn. Ik hoor er altijd heel veel gemopper over het systeem. En ondertussen kunnen wij het op ministerie bijna niet meer aan alle landen die willen komen kijken. Omdat we enerzijds solidariteit hebben, doordat de overheid regelt dat je allemaal verzekerd bent. Dus wij hebben geen onverzekerde mensen. En dat we de premie in de hand houden, want laten we wel wezen, een minimuminkomen betaalt volgend jaar en ook dit jaar minder premie dan die 10 jaar geleden deed in het ziekenfonds.
minder premie. Ja, dus hij zou daar blij mee moeten zijn. Nou, in die 10 jaar zijn er nieuwe geneesmiddelen gekomen. Zijn er nieuwe behandelingen gekomen. Hebben we meer in het pakket gekregen. En toch betaalt hij in de 10 jaar minder. Ik weet weinig dingen in de samenleving waarvan ik kan zeggen... nou, daar betaal ik veel minder voor dan 10 jaar geleden. Dus we doen het ook nog heel solidair. Dus ik denk, natuurlijk, het kan beter. En daar moeten we altijd naar zoeken. Daar zijn we voor aangenomen. Maar... Ik heb gisteren ook gezegd tegen de zorg toen ik bij hen uitgenodigd was... we mogen ook best wel eens wat trotser zijn over wat er in onze ziekenhuizen gebeurt... wat de artsen en de verpleegkundigen voor elkaar krijgen. Ik ben er in ieder geval heel trots op. Ja, meneer Van der Heuvel, u zit eigenlijk een beetje te mopperen, hoor ik net. Ja. Dat is niet mijn aard. Nee, kijk, ik ben natuurlijk ook heel trots op onze mensen. We hebben net een nieuw ziekenhuis. Dat hebben wij bijvoorbeeld waanzinnig goedkoop en efficiënt gebouwd. Daar kan echt de laatste ziekenhuizen die opgeleverd zijn in Nederland... kunnen daar helemaal niet aan tippen. Dus wij zijn uit onszelf ook al heel goed aan het kijken... hoe we het geld beter kunnen besteden. Maar ik blijf erbij. We hebben een buitengewoon onhandig financieringssysteem. Het is ingewikkeld. Bedoelt u dat? Nou ja, ja, onhandig, ingewikkeld, hoe je het noemen wil. En hoe heeft de patiënt daar last van dan? Nou ja, dat zeg ik net, die samenwerking, dat loopt niet. Als wij op de SEH bedenken dat we een snelle test hebben om een hartinfarct binnen een uur te diagnosticeren... en die patiënt binnen 1,5 uur panklaar buiten de deur te krijgen, gezond en wel... dan krijg ik niet meer de beloning die een ander ziekenhuis krijgt... omdat ik die patiënt binnen 2 uur buiten de deur heb. Dat vind ik ridicuul. Daar moet je onmiddellijk mee stoppen. Is het zo dat een arts in uw ziekenhuis... bepaalde overwegingen maakt op zich van zijn patiënt... gedreven door hoe de systematiek werkt met de tarieven en alles? Nou, het is eigenlijk erger. Kijk, op een gegeven moment was er sprake van fraude... en alles zou helemaal niet meer goed gaan. Maar dan ga je aan artsen vragen van weet je nou eigenlijk wat je declareert? Die artsen worden overspoeld door een declaratiedruk. Dat is echt onvoorstelbaar. En die weten gewoon de meeste tijd niet eens meer wat ze in zitten te vullen. En die dachten dat 10 jaar geleden, ja, was dit een dagbehandeling, dus ja, waarom zou dat nu veranderd zijn? Ondertussen zijn die regels... Toch even, nu moeten we oppassen dat we dit allemaal aan het stelsel gaan koppelen. Precies. Hè? Want kijk, je kunt natuurlijk binnen het huidige stelsel, waar denk ik concurrentie of keuzevrijheid in ieder geval hè, het sleutelwoord is, daar kun je op verschillende manieren bekostigen. En je kunt dat nu koppelen aan dat ingewikkelde DBC-systeem, want daar doel jij op. Ik weet niet of die uitdrukking hier mag, diagnose-behandelcombinaties. Nou, daar zitten heel veel nadelen aan. Dat zijn een soort tariefsysteem, zeg maar. Ja, een soort tariefjes, dat zijn gemiddelde tariefjes. En die fraude waar je aan refereerde, kijk, als je als patiënt dan een nota krijgt met je eigen bijdrage, dan zie je een heel raar tarief. Er zitten allerlei dingen in die je niet gehad hebt. Dat komt omdat het een gemiddelde is van wat een gemiddelde patiënt krijgt. Dus daar moet je ook mee ophouden. Ik denk dat er binnen het ministerie over wordt nagedacht... een betere manier om het eigen maar risico... Maar daar zijn we het dus dan over eens, begrijp ik. Daar zijn we het, volgens mij zijn we het over eens, maar we moeten wel uit elkaar trekken. Kijk, je hebt het stelsel waar keuzevrijheid en concurrentie essentieel zijn... en de invulling van het stelsel met een specifiek bekostigingsmodel. En ik denk dat er inderdaad veel slimmere bekostigingsmodellen mogelijk zijn. Ik denk trouwens ook, ik ben geen jurist, dat dat binnen de wet ook mag. Dat de wet marktordening gezondheidszorg helemaal niet zegt dat je per se alles via DBC's moet doen. Dus ziekenhuizen, artsen hebben veel meer vrijheid nou, dan ze willen doen, geloven. Ook doen. En misschien dat de NZA daar ook nog wel een rol in heeft. Die is hier niet aanwezig, maar die bepaalt natuurlijk, die vult die wet wel in. De NZA, die kiest voor bepaalde beleidsregels binnen de wet. En die worden wel door het ministerie goedgekeurd. Maar daar zou je, denk ik, meer vrijheid kunnen geven. En volgens mij gaan daar binnen het ministerie... zijn er ook wel mensen die er zo over denken die dat wel zouden willen. Dus ik heb eigenlijk wel hoop dat het ook die kant op gaat. Ja, en kijk, die diagnose-behandelcombinatie, zeg ik maar even... Dat is de laatste keer dat we het nu zeggen, want dat zou ingewikkeld... Nee, want als ik DBC zeg, dan denkt iedereen, wat is dat voor afkorting? Maar de manier waarop we de zorg betalen, dat is een systeem... waar heel veel mensen aan gewerkt hebben en daar heeft iedereen zijn hobby in gehangen. En ik werd minister en ik was echt een paar maanden minister. En toen kreeg ik allerlei notes op mijn bureau. Als u daar niet meteen iets aan doet, stort het systeem in. Ik denk, nou lekker, ben ik ook minister. Ik dacht dat ik rustig kon beginnen. Fijne like uit de kast. Een van de moeilijkste besluiten die ik heb moeten nemen... is om over te gaan van een diagnose-behandelcombinatie... waarin een heel veel upcoding zat. Dus men keek, waar krijg ik het meest betaald? En gaf daar een kruisje aan. Dat was zo'n kwetsbaar systeem. Het werkte zo kostenopdrijvend dat we over moesten naar nog erger. Een diagnose-behandelcombinatie op weg naar transparantie. Dot. Dat is zelfs niet eens meer af te korten. En dat is een dot. En dat is helemaal niet uitspreken. Maar dat was een noodgreep. En nu zitten we in een situatie waarvan ik zeg... dat moeten we nooit meer doen. Laten we de bekostiging nooit meer met Big Bangs veranderen. Wat we wel moeten doen is slim kijken... hoe kunnen we dat stapsgewijs normaliseren? Hoe kunnen we langzaam maar zeker die zorg via een systeem betalen... dat je uiteindelijk krijgt wat je wil, namelijk goede uitkomst. Ja. Dus dat is een heel doel. Maar kijk,
ieder systeem heeft dit soort problemen. Ik denk niet dat dat ervoor zorgt dat wij met elkaar een duur systeem hebben. Want dat is niet zo. Nee, nee. En Mark Pomp, tot slot wil ik ook stilstaan bij het eigen risico. Dat is een uurtermijn één keer verhoogd en daarna gewoon aangepast aan de prijsontwikkeling, zeg maar. Er kwam een stap in. Het zit nu op 3,85 voor volgend jaar. Is het eigen risico dusdanig hoog dat sommige mensen zorg mijden? Dat was een paar jaar geleden, 165. Ik weet niet hoe lang dat geleden is. Dat is een aantal jaren geleden. Dat is wel even geleden, ja. Even geleden. Nou ja, het is dus wel, het is wel hoger geworden. Daar zijn in Nederland volgens mij geen harde aanwijzingen dat dat leidt tot... of geen harde bewijzen dat het leidt tot, tot zorgmijdgedrag. Maar als je dokters praat en spreekt, huisartsen... dan hoor je toch wel signalen. Hè? Dat mensen toch ook zeggen, nou ja, dan verwijst u me maar niet door. Of dan neem ik die pilletjes maar niet. Ja. In zijn algemeenheid denk ik dat een eigen bijdrage een paardenmiddel is. Hè? Wat je eigenlijk wil, is dat de verzekeraar voor jou op de kosten let... en dat je zo weinig mogelijk eigen bijdrage hebt in de zorg. Ja, een patiënt en ook een arts moet niet bezig zijn met wat dat allemaal kost. Dat moet via de verzekeraar lopen. En Van der Heuvel, hoe ziet u in uw praktijk dat mensen... misschien vooral met een laag inkomen natuurlijk worstelen met dat eigen risico... dat hun beslissing beïnvloedt om al dan niet te gaan naar de dokter? Nou ja, kijk, als je naar een SIH gaat en je krijgt een rekening die A, volstrekt onbegrijpelijk is. Spoedhuis en hulp, die volstrekt onbegrijpelijk is. En de tweede moet je dan die €350 eigen risico aftikken. Ja, dat gaf een heleboel gedoe. Daar hadden we de klachtenlijn die nooit over rekeningen ging, daar heb ik extra mensen op moeten zetten. Dat is een kwestie van gewenning misschien. Ja, ik zou zeggen, de minister heeft al een klein beetje door laten schemeren dat het misschien toch gaat veranderen. Ik zou zeggen, zet de turbo daarop, want dat gaat echt een enorm schelen. Want die mensen begrijpen nog steeds hun rekening niet. Ja, dat is een vereenvoudiging van het eigen bijdragesysteem. Hè? Dat is wat anders dan het niveau van de eigen bijdrage. Ook als je het vereenvoudigt, en het is hetzelfde niveau als nu, is nog steeds de vraag van, gaan mensen daardoor zorg mijden? Dat blijft, het punt blijft staan. Huisartsen hoor je daarover, die zeggen, dan geven we een verwijskaart en dan merken we dat die na 3 maanden nog in de zak zit. Ja, slot, de minister op dit blok, heeft ze die signalen ook, dat eigen risico een invloed heeft? We doen onderzoek nu naar samen met de huisartsen en dat komt in oktober, komen de resultaten daarvan. Wat je ziet is dat als je Nederland vergelijkt met andere landen, een uurtje hier vandaan, België, is 25% van de kosten van de zorg bestaat uit eigen betalingen. Daar heb je echt hele hoge eigen betalingen. In Nederland is het verschil tussen iemand die misschien een hele dure ziekte heeft en misschien wel een ton per jaar kost, en iemand die nooit naar de dokter gaat, is maximaal €375. Dus je zou moeten zeggen, dat is in principe, als je het van een afstandje bekijkt, een heel solidair systeem. Maar toch een gevoelig onderwerp. En het is een heel gevoelig onderwerp. Ja, maar die solidariteit, want dat is volstrekt waar. We hebben een zeer solidair systeem. Maar ik denk dat hier een belangrijke vraag is. Ja. Leidt het inderdaad tot het mijden van zorg? Dat is een vraag. We zien ook dat mensen die een laag inkomen hebben, krijgen zorgtoeslag. En die krijgen eigenlijk een aanzienlijk deel van het eigen risico per definitie al terug in de zorgtoeslag. Of ze gebruik maken van de zorg of niet. Maar mensen thuis die koppelen dat niet aan elkaar. Nee, nee. Die denken niet, oh, die zorgtoeslag krijg ik en dat is een compensatie voor mijn premie. Dus dat blijft een moeilijk punt. Aan de andere kant, als je het niet doet, dan moet je de premie met 3,2 miljard verhogen. Dus dat betekent dat iedereen veel meer premie gaat betalen, want je moet het uit de lengte of de breedte betalen. En dat willen we met elkaar ook niet. Dus dat is precies het blijft precies een dilemma. Puntje. Ja. Ja. Helder. Dit was het eerste blok. Dank je voor. Zo verder. Terug naar Cameron. Ja, zijn er mensen die de zorg mijden? Ook in die richting heeft het Bureau Consumentenonderzoek een stelling voorgelegd aan de ruim 1700 respondenten. Laten we eens even kijken naar de resultaten. De stelling was, ik ben bang voor de rekening als ik naar de dokter ga. 52% zegt nee en bijna 44% zegt ja. En een volgende stelling. Er zou een helder systeem moeten komen waarbij voor alle verzekerden de kosten van een behandeling of geneesmiddel helder zijn. Ruim 90% is het eens met deze stelling. Martin, de respondenten zijn het over het algemeen eens. De vraag rijst nu, is dit ook mogelijk? Dankjewel, Cameron. Jaap van den Heuvel, ik begin met u. Dit gaat over het bewustzijn van kosten en straks ook over dure medicijnen. Eerst nog even hierover. Een heel groot deel van de mensen wil blijkbaar een beter besef hebben van wat het kost. Terwijl ik bij u de indruk had, eigenlijk moet een patiënt zich niet druk maken om kosten. Die wil gewoon zorg. Hoe kijkt u daar tegenaan? Nou ja, die 90%, dat valt mij ook op. Maar ik denk dat dat komt doordat die mensen van die rare rekeningen krijgen. En ja, of kostenbewustzijn nou helpt bij minder zorggebruik, ik weet niet. Als ik wat zou hebben, dan ga ik naar het ziekenhuis. En dan inderdaad dan op dat moment denk je, ja, dan maakt het me ook niet zoveel uit wat het kost. Maar dus rekeningen versturen die totaal onbegrijpelijk zijn, dat geeft gedoe en de mensen beamen dat. Ja, bij de introductie vroeg ik u van, is er een behandeling
die u niet toepast of voorschrijft omdat die te duur is. Dus hij zei van nee, dat doen we niet. Toch woedt natuurlijk wel een debat over, kan je een prijs ophangen aan een extra levensjaar? Als je een jaar langer kan leven met een bepaald medicijn of een bepaalde behandeling, tot hoever vergoed je dat nog? Zegt u eigenlijk, je moet het eigenlijk altijd vergoeden, wat het ook kost? Ja, ik heb vroeger met een radioloog gewerkt en die zei, Jaap, als er een medicijn komt voor tegen kanker dat 1 miljoen kost, dan is het systeem in 1 keer opgeblazen. Dus dat is, en we gaan een beetje daar naartoe op dit moment. Die middelen worden steeds duurder. De vergoeding daarvan is niet altijd even helder. En nu al krijgen wij brieven van patiëntenverenigingen die zeggen, ja, wordt middel A of B in geval van een bepaalde ziekte bij u nou wel of niet gegeven? Want het wordt op sommige plekken inderdaad niet gegeven. Dus dan ga je zien dat, en dan kunnen wij het voor ons eigen gebied, kunnen we het misschien net ons permitteren. Maar als er natuurlijk een instroom komt, dan gaat het niet meer. U loopt het risico dat het ene ziekenhuis niet doet en het andere wel. En dan ben je de pineut als je het wel doet. Dat is de postcode geneeskunde. Dat is van 10 jaar geleden, maar recent dreigde dat weer op te komen. Wat heeft te maken met de bekosteringssystematiek, daar hebben we het eerder over gehad. Maar dat is toch wel altijd heel erg cruciaal. En je hebt natuurlijk, vroeger werden die dure geneesmiddelen, werd apart gedeclareerd. Dat zat niet in het ziekenhuisbudget. En dat zit sinds een aantal jaren, sinds een aantal van de dure geneesmiddelen in het ziekenhuisbudget. Ik geloof dat nu zo'n beetje 1,5 miljard per jaar is. Dat is op een totale uitgave van ruim 20 miljard. Het begint dat wel behoorlijk wat te worden, hè? Die 1,5 miljard. Maar dat is een kwestie van hoe je het bekostigt. Als je het op de totale macro-uitgave van de zorg bekijkt, is het een veel kleiner bedrag. En als je het op nationaal inkomen bekijkt, is het nog veel kleiner. Je kunt het ook anders bekostigen, maar nu lopen ziekenhuizen natuurlijk aan tegen een bekostigingsprobleem. Zeker als je hebt afgesproken dat je maar 1% per jaar mag groeien. Ja, dat kan eigenlijk niet met al die innovaties. Dat wordt heel erg lastig. Dus, maar je moet wel een onderscheid maken tussen een bekosteringsprobleem in een ziekenhuis en een macro betaalbaarheidsprobleem. Kunnen we dat als samenleving betalen of niet? Willen we dat betalen? Ja, willen we dat betalen? Nou ja, we hebben natuurlijk, de economen hebben geprobeerd iets te zeggen over de betalingsbereidheid voor dan inderdaad een extra levensjaar in goede gezondheid. En daar moet je allemaal kanttekeningen mee plaatsen, maar dat zijn hoge bedragen waar je op uitkomt. Hè? Dat varieert zo van 70.000 tot 100.000 euro per levensjaar dat je extra realiseert. Dat mag zoveel kosten. Met uitschieters. Hè? We hebben die discussie over pompen en fabriek gehad. Nou, dat middel pompen, hè, bij de patiënten bij wie het effectief is, bij mensen bij wie het slecht werkt, is het veel duurder. Maar bij de patiënten bij wie het echt werkt, is het 3 tot 9 ton hè, per gewonnen levensjaar. Dat zijn hele hoge bedragen. Ik was een keer bij een presentatie van meneer van de Spierziektevereniging Nederland. En die liet een filmpje zien van een meisje, wat dankzij dat middel voor pompen, dat dus heel duur is, kon dat meisje blijven leven. Nou, als je het filmpje hebt gezien, dan zeg je meteen, dat moet je natuurlijk betalen. Ja. En zo weet het natuurlijk. Dus je kan geen maximale prijs ophangen aan een extra levensjaar. Daar heeft daar dat is een hele economische manier om naar te kijken. Je kunt een vuistregel hanteren en die kun je soms toepassen. Maar als het gaat om dat soort observeerbare levens, dan zou ik de minister kan niet zeggen, als ze zo'n filmpje ziet, en dan ga ik dat geneesmiddel niet geven aan dat meisje. Nee. Als de minister het wel zou doen, dat doet ze niet, dat weet ik zeker. Maar als de minister het wel zou doen, dan zou ze waarschijnlijk ook snel weg zijn als minister. Ja, ja minister, de innovatie is iets heel moois, maar dat is ook de prijsopdrijver in de zorg. Is het eigenlijk niet ook een vloek voor de gezondheidszorg als je het budgetair bekijkt? Of ziet het niet zo? Innovatie is geweldig. Het enige is dat wij in de zorg, wij hebben geen marktwerking en hebben dus ook geen procesinnovatie. Althans veel te weinig. Het was nog een jaar geleden, had ik 2 ponskaartjes van het ziekenhuis bij me. Een van het ene ziekenhuis, de ander van het andere ziekenhuis. Dat is technologie uit de jaren 50, uit de vorige eeuw. Dus je ziet dat, je kan wel zeggen, het maakt allemaal niet uit wat we bij een ziekenhuis betalen en hoeveel het kost. Nou, maakt mij wel uit. Ik wil dat de ziekenhuis ook goed op het geld let en dat zij het efficiënt doen. En dat wij ook een stimulans hebben voor ziekenhuizen om het efficiënt te doen. Als je nou kijkt naar hele dure geneesmiddelen, zitten er 2 kanten aan. Ten eerste, als je daar behandelingen voor doet, denk ik dat het ook belangrijk is dat je als er een nieuw geneesmiddel komt ook in de gaten houdt, wat doet dat geneesmiddel nou eigenlijk? Dat doen we veel te weinig. Want we kijken pas jaren later en dan blijkt er toch wel een beetje tegen te vallen wat dat geneesmiddel nou eigenlijk heeft gedaan. Dus ik vind dat we dat veel beter moeten registreren. Maar het tweede wat ik ook vind, is wij zijn bereid om met elkaar heel veel geld aan elkaars ziekte te betalen. Solidair. Daar hebben we een verzekering voor. Voor die paracetamol heb ik geen verzekering. Die kan ik zelf betalen. Ik heb juist de verzekering, net als u, voor als mij iets overkomt wat ik niet zelf kan betalen. En dus een dure ziekte heb voor een duur geneesmiddel. Dus ik wil dat graag verzekeren en ook aan die mensen geven. Maar ik vind wel dat als je als farmaceut hele hoge prijzen vraagt voor een geneesmiddel waar geen alternatief voor is, dat diezelfde betaler, de samenleving, ook aan die farmaceut mag vragen, hoe is jouw prijs nou opgebouwd? Is dat doordat je heel veel research en development hebt gedaan, heel duur is geweest om het te ontwikkelen? Nou ja, dan kost het dat. Of heb je eigenlijk een ontwikkeling gekocht van een universiteit waar het eigenlijk is uitgevonden, pompen,
En heb je dat vervolgens in productie genomen? Lekker winst maken. Ja. En ja. heb je daar winst op? Ik vind dat wij daar veel meer een dialoog met elkaar moeten aangaan. We moeten ook niet vergeten dat Nederland 1% van de wereldmarkt is. Dus ik onderhandel met monopolisten. Nou ja, kan je vertellen. Daar zit ik natuurlijk niet in een riante positie. Nee. Met een landje U met gaat maar de krachten 1%. Bundelen, Europees? Dus ik wil Europees veel meer de krachten bundelen. Om te kijken of we niet veel meer samen kunnen werken toch, op dit dossier. Toch nog even, u zei zelf ook al van ja, de verzekering gaat om zorg. Als je er ineens plotseling voor staat die je niet kan betalen. Ja. Zit het eigenlijk niet veel te veel dingen in het pakket die mensen wel kunnen betalen? Dan krijgen we weer de eeuwige discussie over de pil en de rollator. Dus dat soort hebben dingen. Dus het afgelopen jaren niet gedaan. En waarom heb ik dat niet gedaan? Voor mij heb ik mijn collega's zien ploeteren. De pil erin en eruit en de rollator erin. Je had en geen zin in gedoe. En iedere keer kwam er een nieuw kabinet. Ja. Maar, en die deed het er dan weer in. En als je dan kijkt wat het opleverde, dan kreeg je een lijstje van financiën. En dan leek het heel wat op te leveren. Maar wat gebeurde er bij die dokter? Die zei, oh, dat middel is eruit. Maar ik weet nog wel een vervangend middel wat er nog in zit. Het is iets duurder. Dus je kreeg negatieve substitutie. Ja, ja. Dus het leefde nog niet de helft op van wat er in de boeken stond. Het is een erg domme manier, want mensen gaan toch via een andere weg toch zoeken of ze iets uit het pakket kunnen halen. En ik heb ook zoiets van, joh, als er nog zoveel lucht zit, een mevrouw die zei het, van kunnen we het niet met elkaar net wat efficiënter doen? Ik vind, zolang dat zo is, zolang we de processen anders kunnen indelen, zodat we meer kunnen samenwerken. Ik lees het ook wel eens in rapporten van consultants, dat er miljarden te halen zijn door efficiënter te werken in de curatieve zorg. Maar als je nou kijkt naar Nederland internationaal en je kijkt naar de curatieve zorg, dan is Nederland eigenlijk hartstikke sober. En dat is ook het beeld. Hè? De Nederlandse chirurgen opereren relatief weinig, als je het internationaal vergelijkt met een paar uitzonderingen. Nederlandse dokters schrijven relatief weinig geneesmiddelen voor. Dure oncologische middelen, daar wordt heel kritisch naar gekeken. Veel kritischer dan in veel andere landen. Dus zit er nou echt zo ontzettend veel lucht in het systeem? Ik vind dat we het heel erg goed doen. Daarom ben ik ook zo trots. Maar ik denk dat er ook wel dingen beter kunnen. Ja. En als je kijkt naar nieuwe technologie, hoe die ons daarbij kan helpen, dan zie ik echt zulke goede voorbeelden. Ik ben minister, ik mag altijd lintjes knippen. En dan zie je van, goh, hier is iets geweldigs. De patiënt heeft meer onafhankelijk. Het is goedkoper. Het spaart arbeidskrachten aan alle kanten. Maar op een of andere manier nemen we het niet van elkaar over. Ik denk dat we nog wel wat... Ja, en hoe komt dat dan? Ja. Dat is ik ga hier afronden. Oh. Dit is voor een nabeschouwing, denk ik. Nou wordt het juist interessant. Mag ik nog één ding opmerken? De minister had het over efficiënt werken. Nou, wij doen echt niet anders de hele dag dan kijken of het slimmer kan. En met name op het gebied van procesinnovatie. En het goede nieuws is, van procesinnovatie wordt het beter, maar ook goedkoper. Dus dat is waar wij ons op focussen. Dus hier zit de minister een klein beetje te mopperen, kort samengevat. Ja, vond ik wel. Oké. Maar die dure dingen die we wel willen, ja, daar kun je niet aan een ziekenhuis overlaten om daar de keuze in te maken. En ik snap best dat het moeilijk is om van een bepaald middel te zeggen, ja, dat gaan we niet doen. U wil die afneiging niet moeten maken. Nou, dat kan je niet meer in de spreekkamer verwachten van een dokter. Helder, dank u wel. Dit is het tweede blok, terug naar Kamran. Ja, we gaan het nu hebben over de rol van de zorgverzekeraar. Want mag de verzekeraar selecteren op risico? Bureau Consumentenonderzoek, u ziet hem al aankomen, legde ook hierover een aantal stellingen voor aan de respondenten. Laten we kijken naar de resultaten. Als eerste, vindt u dat mensen met overgewicht een hogere ziektekostenpremie zouden moeten betalen? Een meerderheid is het hier niet mee eens, tegen ongeveer een derde die ja zegt. En opvallend, dezelfde vraag over rokers levert een ander resultaat op. 52% van de ondervraagden vindt dat rokers een hogere ziektekostenpremie zouden moeten betalen. We zijn ook met deze vraag de straat opgegaan. We hebben gevraagd, vindt u dat mensen met een ongezonde leefstijl meer moeten betalen? Van mij mag het. En waarom? Nou, omdat ze zichzelf naar beneden, omdat ze zichzelf ziek maken. Ja, eigenlijk wel, vind ik. En waarom? Nou, omdat het allemaal ongezond is. Dat vind ik niet. Want achter dergelijke dingen zit er natuurlijk een ander verhaal. Zij willen wegdrinken of de zorgen een beetje vergeten. Nee, we hebben allemaal hetzelfde recht. Dus ik vind dat niet nodig. We betalen allemaal hetzelfde, dus we moeten het zelf weten. Nou kijk, als ik een levensverzekering af wil sluiten en ik rook, dan moet ik ook extra betalen. Of ik ben een groter risico. En dat vind ik hetzelfde met de zorg. Je kunt namelijk niet de mensen die geen risico's nemen laten betalen voor degenen die wel risico's nemen. Ja, Martin, die laatste is bijna Cruyffiaans. Ik ben benieuwd wat de gasten ervan vinden. Dankjewel, Cameron. Mark Pomp, is het een goed idee als een verzekeraar gaat selecteren op risico's? Nou, het lijkt me geen goed idee. Maar als je het zou doen, dan zou die roker dus minder premie gaan betalen dan in plaats van meer premie. Hm. Want de goedkoopste patiënt is altijd nog een roker, want die gaat vroeg dood. En komt niet in het verpleeghuis. En dat... Dus het is heel erg, dat weten deze mensen. Iedereen denkt dat rokers veel zorgkosten maken. Nou, op dit moment
Is dat niet zo? Want we hebben geen goed middel tegen longkanker. Dat zou heel onrechtvaardig voelen. Komt er misschien wel een middel tegen longkanker? Ja. Als er goede middelen tegen longkanker komen, dan blijven die rokers, als ze longkanker krijgen, wel lang leven. Maar dan zijn ze hartstikke duur. Dus dan is het weer andersom. Dat is heel ingewikkeld. Ja, en dan heb je allerlei punten van praktische uitvoerbaarheid. Hoe ga je dat überhaupt meten? Dan komt de ethische vraag van, is het eigen schuld? Op dit moment mag het gelukkig niet. Verzekeraars mogen absoluut niet discrimineren. In de basispolis is de premie voor iedereen hetzelfde. Daarom is het ook heel belangrijk dat die basispolis heel breed blijft. Dat je er niet te veel uitgooit. He, maar ik denk dus inderdaad dat het om allerlei redenen niet... Maar toch een vervolgvraag is, via een andere route is er eigenlijk niet al een selectie gaande. Er zijn verzekeraars die proberen specifiek hoge opgeleiden binnen te krijgen. Dat uitzicht dan niet in de premie, maar die proberen goede risico's naar ze toe te trekken. Is dat een verstandig systeem? Ja, ik denk dat het eigenlijk een heel marginaal verschijnsel is. We hebben in Nederland een risicoverevenings-systeem. Dus als je heel veel dure patiënten hebt, dan krijg je uit een algemeen fonds... krijg je een bedrag, een bijdrage voor die patiënt. En als je hele gezonde verzekerden hebt, dan moet je betalen in dat fonds. Dat noemen we een verevening. Hè? Dan krijg je een gelijk speelveld. Als je bijvoorbeeld heel veel diabetespatiënten krijgt, dan verdien je daaraan. Dat is een hele aantrekkelijke groep patiënten voor verzekeraars. En dat is ongeveer 100 euro per jaar. Dus we hebben het in Nederland, dan heb je misschien nog een paar stukjes in je verzekerde populatie waar je nog wat extra winst kan maken. Maar het loont nauwelijks om heel erg actief toch te gaan selecteren. Ja. Van Heuven, wat vindt u ervan? Een verzekeraar die specifiek goede risico's probeert naar ze toe te trekken? Ja, door die verevening wordt het wel moeilijk gemaakt. Maar die verzekeraar die u net noemde, die doet dat natuurlijk heel evident. Hoogopgeleide mensen rijden minder een auto in de prak en worden ook minder vaak ziek. Ze zetten het niet omdat ze zo leuk vinden om hoogopgeleide mensen in bestand te hebben. Omdat ze echt goed uitgerekend hebben. Wat moet je dan doen als het altijd zo is? Hè? Wat is dan de conclusie? Dat het een slechte verzekeraar is, oké. Maar wat moet je dan? We hebben nog maar 4 of 5 grote verzekeraars. Ik denk dat ze zich inmiddels volledig overbodig hebben gemaakt. Excuses aan OMVZ, maar goed, ik sta hier nog helemaal. En dat voegt niks meer toe. Maar wat wil je dan? Ja, wat wil je dan voor stelsel? Zonder verzekeraar? Ja, maar wat is de toegevoegde waarde van de verzekeraar? Één verzekeraar. Nou, verzekeraars worden door het feit dat je jaarlijks kan overstappen van verzekeraar wel degelijk gedwongen om te letten op de kosten. Maar dat is maar marginaal, Mark. En hoe weten wij niet, die premies, ik vind het altijd zo verbazingwekkend. Die zitten altijd zo dicht bij elkaar. Dan denk ik, goh, waar zouden ze elkaar gesproken hebben? Maar gaat het niet om, hè? Het gaat er niet. Kijk, als zijn de premies... Dat is met koffie ook zo. Ja, precies. Dat is concurrentie, hè? Als iedereen hetzelfde product aanbiedt, en dat doen die verzekeraars, hè? De basispolis is heel goed vergelijkbaar, gelukkig. Dan kan je makkelijk overstappen. Omdat je zo makkelijk kan overstappen, kun je niet permitteren als verzekeraar om een hogere premie te hebben dan je concurrenten. Dus in het evenwicht, waar economen denken vaak in evenwicht, het bestaat helemaal niet, maar daar denk je vaak aan. In evenwicht zijn al die premies gelijk. Kijk Mark, het is een oligopolie zoals je weet en mag jij uitleggen wat dat is. Ja. Maar daar gaan andere prijsmechanismes werken dan op een volle markt met concurrentie. En die hebben we niet. En... Ja, het hangt ervan. Minister Schippers, u heeft ook aan de Kamer laten weten, deze week geloof ik, in antwoord op Kamervragen, dat het systeem met al die verschillende polissen misschien ook wel onoverzichtelijk dreigt te worden. En allerlei varianten aan verschillende polissen. Is het voor een consument nog te begrijpen? Als je ongelooflijk veel mist creëert... in een markt waar, of in een sector waar heel veel mist is, blijft iedereen zitten waar die zit. Want dan denk je, nou, ik weet wat ik heb, ik weet niet wat ik krijg. Dus je moet wel transparantie hebben om ook te weten van, nou ja, wat biedt die ander en hoe kan ik goed overstappen. Dus ik vind het een slecht kenmerk dat we zoveel polissen hebben. Ten aanzien van risicoselectie, dat zit in ons systeem, dat echt verboden is. Als daar kenmerken van zijn of we komen ergens achter, zullen we dat ook verbieden. Als je het gaat hebben over moeten mensen die slechte gedragingen hebben meer premie betalen, dan ben ik het helemaal eens met alle argumenten die al gegeven zijn. Er is nog één argument extra en dat je ziet dat het leefpatroon, gezond leven, heel erg door hoger opgeleide, hoge inkomensgroepen, die leven veel gezonder, langer en langer in goede jaren dan laag sociale economische groepen die hun premie al niet kunnen betalen, want daar hebben we al een zorgtoeslag voor. Ja. Dus als we dat ook nog gaan straffen, ja, dan moeten we weer zorgtoeslag erbij doen. Dus dat leidt helemaal nergens toe. Nee, specifiek een soort omgekeerde risicoselectie. U zou graag willen dat zorgverzekeraars veel meer chronisch zieken naar ze toe gaan trekken. Ja. Dat het winstgevend wordt of profijtelijk wordt in ieder geval. Waar zit de meerwaarde van een zorgverzekeraar in? Dat die kijkt waar goede kwaliteit zorg geleverd wordt en waar die prijs scherp is. Dat is de meerwaarde van een zorgverzekeraar. Ja. Dus dan is dat belangrijk. Ja. En we hadden het in het begin helemaal over de boeman, de verzekeraar als boeman, Mark Pomp.
Is die verzekeraar wel nodig in dit systeem? Want uw buurman zit allemaal te mopperen, maar is het toch nodig? Ons hele stelsel wat we nu hebben is gebaseerd op een verzekeraar die een afweging maakt tussen de hoogte van de premie en de kwaliteit en de toegankelijkheid van de zorg. Hè? Dus die probeert een afweging te maken die recht doet aan wat ze verzekerden willen. En als je dat slecht doet, dus je hebt een lage premie, maar ook hele slechte zorg, dan verlies je klanten. Omgekeerd, als je een hele hoge premie hebt en je hebt misschien iets betere zorg, maar veel te duur, dan lopen mensen ook weg. Dus je wordt gedwongen om te kijken naar wat mensen willen. Maar werkt dat nu ook echt in de praktijk zo? Nou, dat is de vraag. Kijk, dan kom je op de vraag, hebben nou de fundamenten van het stelsel goed op de rails staan? En als die fundamenten goed zouden zijn, dan zouden we de hoofdlijnenakkoorden of de convenanten die de minister sluit met de sector niet nodig hebben. Hè? Die worden gesloten en daarom mag ja maar 1% per jaar groeien. Dat komt uit dat convenant, dat komt niet van de verzekeraar. Een belangrijke vraag waar ik zelf ook mee zit is, hebben we nou die fundamenten goed op de rail staan? Nou, en er zijn er wel dingen waar je als econoom zorgen over maakt. Dat is fusies tussen ziekenhuizen. Er zijn veel fusies geweest. Nou, dat is over het algemeen niet goed voor de concurrentie tussen de ziekenhuizen. Dat betekent dat de zorgverzekeraar minder kritisch kan inkopen. Dan hebben we natuurlijk de uitgebreide discussie gehad over de vrije artsenkeuze. Nou, de minister heeft geprobeerd dat artikel uit de wet af te zwakken, waardoor de zorgverzekeraar een groter prijsverschil kan maken tussen de gecontracteerde zorg en de niet gecontracteerde zorg. Dus dan zou je meer bij moeten betalen als je naar een zorg aan een ziekenhuis gaat wat niet gecontracteerd is door de zorgverzekeraar. Mm-hmm. Dat is heel belangrijk, want anders kan die zorgverzekeraar geen vuist maken. Als je toch alles moet betalen van elk ziekenhuis, dus Jaap is heel duur, dus ik wil als verzekeraar geen contract met Jaap. Dan zeg je, ja, dat maakt me niet uit, ik stuur gewoon de rekening en ik krijg de gemiddelde prijs of iets daar net onder van alle andere ziekenhuizen. Er zijn hele heftige reacties op, heel veel mensen willen dat blijkbaar niet. Ja, dat is dus wel verontrustend. Hè? Want de populariteit van het stelsel, dit is wel essentieel voor het stelsel, is niet zo heel groot. En dat is even met de economie niet zoveel te maken, maar het is misschien meer politieke economie. Hoe vergroot je de populariteit van het stelsel? Nou, daar zijn de zorgverzekeraars ook wel achter gekomen. Iedereen heeft waarschijnlijk in de landelijke kranten die grote pagina grote advertenties gezien. Die hartstikke veel geld kosten, dus ik weet niet of dat nou goed is voor die imago. Maar goed, waarin de zorgverzekeraars dan proberen uit te leggen dat ze op patiënten moeten letten. Mm-hmm. Dus kennelijk zitten ze zelf ook met het probleem van die boeman. Hè? Ja. Ja, van de Heuvel, Mark Pomp zegt, ja, ik weet niet helemaal zeker of de fundamenten van het stelsel nou wel goed staan. Ik heb de indruk dat u het al wel zeker weet. Inderdaad. Kijk, wij zijn niet duur, zoals Mark zegt, maar we zijn goedkoop, dat weten we. Maar dan zitten wij dus de hele tijd te wachten op de toestromen van al die patiënten die verzekeraars naar ons toe gaan sturen. Maar dat gebeurt dus niet. Ja, dus waar gaan de onderhandelingen over? Ja, beste Jaapje, wij nemen bij jou 18 miljoen zorg af, komt dan een verzekeraar. En ja, we hadden gedacht dat voor het volgend jaar maar weer af te spreken. En kwaliteit, we hebben het er niet over. Ja, maar daar bent u toch zelf bij? Ja, maar als zij er niet over willen praten en alleen over 18 miljoen plus een half procentje willen praten, dan houdt het snel op. Dus? Zo simpel gaan die onderhandelingen. Daar stelt iedereen zich van alles bij voor, maar het gaat gewoon over geld. Maar u vindt het zinloos? Ja, kijk, ik ben voor het beheersen van die kosten. Ik ben er voor dat wij scherp gehouden worden. Daarom doen we aan procesinnovatie. Daarom zijn we steeds een beetje goedkoper. Maar als er een, nou ja, Mark mag het niet meer zeggen, geloof ik, marktwerking. Maar dan zouden wij daar wel wat voor terug willen hebben, namelijk meer patiënten. Ja, maar dat heeft maar je kunt een ander systeem bedenken. En dat systeem zien we over de hele wereld. Dat is budgettering. Ik geef uw ziekenhuis een budget. En dan zeg ik, nou, daar moet je het van doen. Wat krijg je daarvan? Wachtlijsten. Want op een gegeven moment zegt u, mijn budget is op. Dus sorry, ik kan geen patiënten meer helpen. Dus dan kijkt iedereen toch naar Den Haag en dus naar de belastingen. Want het zijn vaak belastinggefinancierde systemen. Als we nou kijken naar, en ik ben het helemaal eens, hè, het feit dat er hoofdlijnenakkoorden zijn, geeft aan dat het systeem nog niet werkt zoals het is ingezet. Het is eigenlijk ook nog maar een jong systeem. Maar als je kijkt, wat hebben we gedaan met die hoofdlijnenakkoorden? Eigenlijk niet anders gedaan dan een zetje in de rug geven aan het systeem. Namelijk tegen verzekeraars gezegd, je moet veel meer letten op kwaliteit en prijs. Dat hebben zij gedaan en daarmee hebben ze 12 miljard bespaard. Weet u, dat is €150 per persoon die we vandaag de dag meer hadden moeten betalen als die verzekeraar het niet had gedaan. En het is niet van het eigen risico opgeteld. Het is niet uit het pakket gegaan. Het is door die verzekeraars gewoon binnengehaald bij de ziekenhuizen en bij de andere zorgverleners. Maar en dan denk ik, ja, dat is toch die akkoorden, hè? Want dat is dus inderdaad een dictaat uit Den Haag, om het zo maar eens even te formuleren. En dat is omdat de fundamenten van het stelsel nog niet stevig genoeg zijn. Toch moet iemand, kijk, als het stelsel zou werken, dan zou die uiteindelijke premiehoogte, dat zou het resultante zijn van de maatschappelijke voorkeuren, van wat we met z'n allen willen. En dan zou die best eens meer kunnen stijgen dan die nu stijgt, die premie. Nou, u weet dat niet precies, hè? U weet niet precies of het nou 1% moet zijn. Uiteindelijk bepaalt de politiek het pakket. Dus er zijn een paar knoppen waar je aan kan draaien. Je bepaalt het pakket, dat kan kleiner of dat kan groter. Je hebt een eigen risico of andere eigen betalingen, dat kunnen hoger en dat kan lager. Of je hebt een premie die is hoger en die is lager.
En op een of andere manier moet je ervoor zorgen dat er in ieder geval efficiënt gewerkt wordt. Dat kan je doen door competitie. Ik vind het belangrijk als iemand ergens zit. Keuzevrijheid zegt niks. Als je het ergens naar je zin hebt, heb je een geweldige dochter. Dokter, dan hoef ik helemaal niet te kiezen. Ik wil pas kiezen als mijn dokter me niet zint of mijn ziekenhuis niet zint. Dan wil ik weg kunnen. Ik wil naar een ander punt. Want kijk, die hoofdlijnenakkoorden tot 2017, daar staat in dat de ziekenhuizen 1% per jaar mogen groeien, hè, in uitgaven. Totaal, hè? Dus ja, het ene ziekenhuis kan 10% groeien en het andere kan 9% groeien. Ja, nou, dan nemen we dat even dat totaalbedrag. 1% voor alle ziekenhuizen bij elkaar. Dat is dus bedacht in Den Haag. Dat heeft iemand gezegd, dat is 1%. Dat is misschien, historisch gezien is het heel erg weinig. Ja. De vorige hoofdlijnakkoorden gingen van 2,5% uit. Die 1%, inclusief dus al die nieuwe technologie, die nieuwe geneesmiddelen, is misschien wel heel krap. Is zo. En ik vind dat wel een punt van zorg. Kijk, een aantal jaar geleden zeiden we over de farmaceutische industrie, nou, er komt eigenlijk niks uit de pijplijn. Er was eigenlijk zorg over, zit er al wel veel innovatie aan te komen. Wat we nu zien is eigenlijk geweldig nieuws. Hè? Er komen echt geneesmiddelen die werken. Ja. Ook alle critici van de farmaceutische industrie zeggen... Dus ook kosten. Maar kijk eens even naar de geneesmiddelen. Want als neem maar even terug naar het budget. Hè? Er komt dus allemaal zorg. En dokters, hè, vandaar deze week medisch contact. Dokters zeggen dat ook. Prachtige geneesmiddelen tegen hepatitis C. Prachtig nieuw middel tegen longkanker. Maar wel lastig om dat in de praktijk toe te gaan passen. Maar we betalen een ongelooflijk hoog bedrag voor geneesmiddelen. Tot we het preferentiebeleid krijgen. Dat is niks anders dan selectief inkopen. Daarmee is ongelooflijk veel premie betaald. Al die meevallers die ik iedere keer zo leuk in de krant kon zetten, kwam gewoon uit dat beleid. Dat je dus, als je drie dezelfde middelen hebt, dat je zegt, wij nemen de goedkoopste. Wat gaan we nu even over de middelen onder octrooi? Nee, maar dat wil maar even zeggen, hoe haal je efficiëntie in het systeem? Ieder verkiezingsprogramma die zegt, we moeten efficiënter doen. Hoe haal je dat uit het systeem? Dat hebben die verzorgingsverzekeraars eruit gedrukt. Daar word je niet populair mee. Zou ik ook niet populair. Nee. Als ik een ziekenhuis heb, zou ik ook zeggen, rotverzeker, waar heb je eigenlijk verstand van kwaliteit? Want ik moet weer meer doen voor minder geld. Dat is logisch dat ze daar niet populair zijn. We gaan naar een afronding. Mag ik dit nog even door? Ik wil Van de Heuvel nog vragen. Nee, er is straks nog wel gelegenheid. Ik wil Van de Heuvel nog vragen. Tot slot kort. Heeft u nog één krachtig argument om de minister te overtuigen waarom dit toch niet werkt? Gewoon vanuit de praktijk. Ja, dat ga ik gewoon niet proberen, want dat gaat toch niet lukken. Maar verzekeraars kijken niet naar kwaliteit. Dat is uw grootste irritatie. Dat is een feit. Irritatie. Ja, en dan heb ik nog een korte slotvraag aan de minister. U staat bekend als de minister van marktwerking. Vindt u dat vervelend? Ja, want het is helemaal geen marktwerking in de zorg. U vindt het niet fair? Nou ja, kijk, als er marktwerking was, dan zouden we een aantal dingen bereiken en een aantal dingen verliezen. En ik zou nooit voor marktwerking kiezen. Nou, zit u mee dat u zo genoemd wordt? Nee, daar zit ik niet mee. Ik vind zelf, als je zegt, verzekeraars hebben geen verstand van kwaliteit, dan zeg ik, maak dan als ziekenhuis is inzichtelijk welke kwaliteit je levert. Ja. Want je kunt altijd naar een ander kijken, maar ik sta zo in het leven dat we het zelf beter moeten doen. En een ziekenhuis moet zelf laten zien, wat presteer ik eigenlijk? Nou, en hebben patiënten ook recht op om te zien, zit er een goede dokter of zit er geen goede dokter? Hartelijk dank. Eén voor voorbeeld noemen we dan. Ja, het slotvoorbeeld en dan rond. Wij behandelden de CVA-patiënten. Die hadden wij in 24 minuten aan de medicatie op de SEH. Wat was het plan van de verzekeraars? We gaan het concentreren op een plek bij een ziekenhuis waar ze er een uur over deden. Dus ze kijken niet naar kwaliteit. Nee. Dat zijn gewoon de feiten. Rond het hier af. Zeer bedankt. U bent er niet helemaal uit. Dat hadden we ook niet helemaal verwacht natuurlijk. Volgens mij is wel helder waar de dilemma's liggen en de strijdpunten. Terug naar Cameron. Ja, en tot zover dit DFT Zorgdebat. We danken onze gasten, minister Edith Schippers, Mark Pomp, Jaap van de Heuvel en natuurlijk ook Martin Visser. U bedankt voor het kijken en tot bij een volgend debat. Dit debat wordt mogelijk gemaakt door ONVZ Zorgverzekeraar.